boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo boys en girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Ja, ik heb geen goesting om even de camera te pakken en zo de video te maken. Zo de intro te maken. Dus het is vandaag Pot de Glory video. UEFA Euro Pot de Glory. Of Pot de Glory of... Pot de Glory, of wat was dat ding nu weer? Ik heb zo'n kaart gepakt, dus ik... Pot de Glory, ja. Het is Pot de Glory vandaag. We gaan tijdens Euro en Copa America Pot de Glory. Ja, dat is... van de knockouts. Een Pot de Glory knockout. Gaan we picks openen. Ik hoop dat er goede... ik weet dat er goede picks gekomen zijn. Dus gaan we dus picks openen tijdens Pot de Glory. Geniet van de video. En ik zie jullie guys. Graag terug bij een andere video. Graag terug bij de outro, dat zou ik zo zeggen. Ik zie jullie guys graag terug bij de outro. Ik zie jullie dan. Baba! Met de outro, let's go. Oké, boys en girls, dit is een nieuwe video. Hi, boys en girls. Ondertussen hebben we ook nog één transfer voltooid. Danilo is verkocht. En die kan ik terug erop zetten. Hansko ga ik er terug op zetten. Armani ga ik er terug op zetten. Figal ga ik er terug op zetten. Niakate ga ik er terug op zetten. En... Munteanu, zal die verkopen. Oké. We hebben nu 4 packs in de store staan. Waaronder een... 2x78. 2x80. 5x80. En 2x81, oké. 2x78 en daar zit in. Spaans, rechtsachter, Barcelona. Kan alleen maar Ronald Batier zijn. Alleen maar dat Torrejon kan ook nog een zus. Wauw. En Isaac. Is dat decent? Boah. 2x80 plus en daar zit in. Argentijns, rechtsachter. Molina, Isaco. I don't know. Dit is een 82 en Jonathan Vieira. Dat is niet goed. Oké. 5x80 plus en daar zit in. Hier is een Eurospeler of Koksu, denk ik. Orkan Koksu, Isaco. Ja, want het is een promo. Dus we pakken de eerste promo van deze week. Let's go. Orkan Koksu. Koksu, dat is ook wel een goede speler geweest. Allee, is een goede speler. 2x80 plus, let's go. Daar zit in. Smalling, let's go. Smalling en Javi Galan. Is dat decent? I don't know. Let's go, op naar vanavond. Oké, boys en girls, we hebben een 2x81 en daar zit in. Duits, Cam, Bayern München, wie is dat? Müller, let's go. Oké, boys en girls, dat was het laatste potje dat we moesten spelen van, voor Youssef Fofana te krijgen. Ik heb gewoon al die potjes gespeeld, maakt niet uit waarom. Dus Youssef Fofana. Alleen de blue hebben we voltooid, 2x80 plus. En dan krijg ik ook nog weer al Frans, CM, Youssef Fofana.
Ja, let's go. Dat geraas liep achtergrond horen. Dat zijn mijn batterijen dan op laden zijn, dus ja, let's go. 2 keer 80 plus, let's go. En dat is in. USA, centerback. Chicago Red Stars, wie is dat? Wie laat zo? Nou, let's go. Oké, boys and girls. Ik heb nog een pakket met 51 spelers klaargezet. Het is ondertussen nog de Brit. De British Grand Prix. En dit is Smalling. Niks zies om te zeggen. Let's go. Oké, boys and girls, ik heb 10, 81 plus speerpicks open. Allee, gekraft. Ondertussen ben ik naar de British Grand Prix aan het kijken. En we gaan eens zien ze. In de eerste zit Timo Werner. I play a lot of Fortnite. In de tweede zit Toni Kroos. In de derde zit Di Marco. In de vierde zit Skriniar. In de vijfde zit Rodrigo. In de zesde zit Haller. In de zevende zit Emiliano Martinez. In de achtste zit Doorsound. In de negende zit Andrew Robertson. En in de laatste zit Spitsen. Let's go. Oké, boys and girls, ik heb 3 potjes gespeeld. Het is avond nu. Ik heb 3 potjes gespeeld en we hebben dat klaar. Let's go. We hebben 9 packs. Goud pakket, let's go. En dat is in. Premium goud pakket, let's go. Dat is nog van de draft die ik heb afgewerkt. Let's go. Marokko, Cam. Arda Güler, denk ik. Of WNE, wie is dat? Brahim. Die keer 85 en daar zit in. Hopla! Italiaans, keeper. Donnarumma. En wie zit erachter? Osorio. Heb ik die al of heb ik die nog niet? Ik heb die nog niet, let's go. 2 keer 78, let's go. En daar zit in. Engels, spits. Harry Kane! Twee keer 80 plus, let's go. Daar zit in. Spaans, keeper. Yeah. Alex Ramiro, let's go. 5 keer 80 plus, let's go, daar zit in. Italiaans, centerback. Roma, dat weet ik niet. Romagnoli? Mancini. Twee keer 81 plus en daar zit in. Spaans, rechtsachter, Real Madrid, dat weet ik niet. Lucas Vazquez, let's go. Premium Jumbo gaat pakket 26 nog van de draft, let's go. Er zit in, Spaans, rechtsachter. Weer al Real Madrid.
Carl van Gaal. Vijf keer 84 en dat zit in. Engels, rechtsachter. Trent is een dubbele walkout. Het is geen dubbele walkout. Dat is kippen gewoon. Let's go. Oké, boys and girls, het is maandag. Ja, ik heb vandaag nog niks opgenomen omdat ik niks had voor op te nemen. Dus we hebben 10:20 plus perpix. Het is nu 7:10. En de eerste playerpick zit Nacho Fernandez. In de tweede playerpick zit Otamendi. In de derde playerpick zit Bruno Fernandes. In de vierde playerpick zit Süle. In de vijfde playerpick zit Galton. In de zesde playerpick zit Little. In de zevende playerpick zit Haller. In de achtste playerpick zit Rodri. In de negende playerpick zit weer al die Otamendi. In de laatste playerpick zit Lacouke. Waar 3 walkouts en 3 dubbele. Let's go. Oké, boys and girls, ik heb nog 3 pakketten. 4 pakketten. Dus het is woensdag momenteel. Dinsdag, wauw. Dinsdagochtend. Waar ik vertrek naar de politie voor te gaan werken. Dus, pakketten met 19 spelers en daar zit in. Frans, keeper. Perro, man, yeah. Let's go. Zoei. Dan pakket me 27 speelt en dat is in. Spaans, er is buiten. Marco Sancio, dus dat zijn moeder Nederlands is. Let's go. Pakket me 51 speelt, let's go. Dat is in. Frans, spits. Oh nee, het is niet Mbappé. Het is gewoon. Ik weet niet wie dat was. Let's go. Toch wel lekker zitten zo geweest zijn. Pakket met 51 spelers, let's go. En dat zit in. Wie is dat? Dia. Let's go. Oké, boys en girls, het is donderdag momenteel. We hebben 2 packs in de winkel staan. Jumbo Premium Guard pakket en een zeldzame spelers pakket. Jumbo Premium Guard pakket eerst en dat zit in. Frans, rechtsvleugel verdediger, dat is Klaus. Dat is wel decent, I guess. Let's go. Nu zeldzame spelers pakket, let's go. En daar zit in Duits centerback. Ja, misschien walkout. Hummels, let's go. True. Oké, boys and girls. We hebben 1300 XP nu. Dus we hebben de 2 keer 84 pakket. En we hebben ook nog een 2x78. En we hebben de dagelijkse doelstellingen voltooid. Let's go. 2 pakketten in de winkel en we hebben nog een privépakket ook, geloof ik. Nee, we hebben geen privépakket. Twee keer 78, let's go. Daar zit in. Italiaans, CVM. Jorginho.
Let's go. Zo, en Aido. En dan 2x84 en daar zit in. Portugees, Cam. Bruno Fernandes, is een dubbele wildcard, is geen dubbele wildcard, dan skippen we gewoon de wildcard. En Müller, let's go. Oké, boys en girls, we hebben de rest van de drie van 3 keer gespeeld. We moeten nog 2 wedstrijden spelen voor nog 400 XP. Let's go. Dan hebben we 3 pakketten in de winkel. 2x80 plus en daar zit in. Frans, keeper. Perro, Manje. En Davidson. Let's go. Volgende pikkie. 5x80 plus. Let's go, man. Daar zit in. Braziliaans, Cam. Orlando Pride. Wie is dat? Marta. Maar het is lang geleden dat ik nog gepakt heb. Let's go. 2x81 plus en daar zit in. Wie de fuck is dat, joh? Garcia, let's go. Oké, boys and girls. Ik heb nu een verhandelbare Team of the Week upgrade 81 plus. Daar kan ik wel wat uithalen, denk ik. Let's go. We gaan het open doen. En daar zit in. Engels. Rechtsachter. Trent. Voor hoeveel zou die gaan, die Trent? Die ga je zien. Op Footbin. Voor hoeveel gaat die gaan? Ik hoop toch op een redelijk prijsje. Tim Alexander Arnold 87, 33k. Allee, 33,57. Voor 34k gaat hij. What the fuck. Nu hoop dat hij verkoopt ze. We zullen zien of hij verkoopt of niet. Let's go. Shoo. Oké, boys en girls. Ik heb naar de stream gekeken van FC Pro. Van EA Sports FC. We moeten nog 2 streams kijken, geloof ik. We moeten nog 2 streams kijken. Dus ja, let's go. We hebben precies 2. 2 transfers. Ja, die ga ik er zo beetje terug opzetten. Prim gaat pakket, let's go. En daar zit in. Nederlands. Niet achter. Malaysia, let's go. Hopla. We gaan voor Zaniolo. Let's go. Jumbo Premium goudpakket en dat zit in. Dat is Sigankov. Let's go. Premium Jumbo gaat pakket, nog eens. Let's go, en dat zit in. Belgisch, links midden. Carrasco. Dat is aan het speerspakket, let's go. En dat zit in. Portugees, links buiten. Leao, let's go. Oké, boys en girls. Dus 20 na 8 s'avonds op donderdag. 11.
juli. Dus de 55 is goed. We hebben 384 plus Bearpix. In de eerste zit 90 Benzema. In de tweede zit, deze is minder, daar zit 85 Bastoni in. In de derde zit, ja, deze zijn echt wel een beetje meh. Wollas meh meh. Paco de Paco, Wollas meh meh. Ja, die post, die zet ik er morgen vroeg wel weer op. Oké, let's go. Premium guard pakket, let's go, van een draft. En daar zit in, Frans, centerback. Konaté, let's go. Premium jumbo guard pakket, 26, let's go. Wie de fuck is dat? Wie de fuck is dat? Mavropanos. What the actual living fuck? Mavropanos. Oké, pakket met 27 spelers. En dat is het in. Euro of Copa America? Copa America, let's go. Wie de fuck is dat? Wendel. I mean, it's not bad to get it. Pakket met 41 spelers, let's go. Ja, dit in. Declan Rice. Let's go. En Trippier. Oké, we hebben also, we hebben ook nog een pre-pakket. En daar zit in. Geen icon, Frans, rechtsachter. Girondin de Bordeaux en Celardé of Lards of Lardé, I don't know how to say it. Cucurella, Pico, Lardé, Casparei en allemaal shit. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, het is vrijdag en ik heb 12 packs klaarstaan in de store. Van wat XP te pakken en zo. Premium guard pakket. En daar zit in. USA. Keeper. Daar die naam ga ik hier proberen naar te spreken. Dat is niet weer, dat is niet anders. Let's go. Nu gaan we naar het andere. Naar het achterste pakketje. En dat is een premium jumbo guard pakket. 26. En daar zit in. Italiaans. Spits. Giro Immobile, dat is geen walkout geloof ik. Dus dat is geen walkout. Let's go. Het is gewoon een 85. 2 keer 78 en daar zit in. Benacer. Prela direct. En 32 maat, die mag gewoon weg. En dan hebben we 2 keer 80 plus en daar zit in. Spaans, Cam, Sanket geloof ik. Ja, dat was Sanket, let's go. Oké, volgende pakje. 5 keer 80 plus en daar zit in. Spaans, Portugees, linksbuiten. Ja, Pedro Gonçalves, we noemen hem daar. Let's go, deel die pack heb ik dubbel, dus we gooien weg. Oké, 2 keer 81 plus en daar zit in. Williams, centerback, Gabriel, Zoom. Die heb ik ook dubbel, dus die gooi ik ook gewoon weg. Oké, 11 keer 81 en daar zit in. Argentijns, CA. Die wel is een dubbele walkout, is geen dubbele walkout, dus die gooi ik. Dus en degene dat we dubbel hebben, gooi ik gewoon weg. Oké.
Ketme 7 speelt en daar zit in Frans centerback. Barrière, dat is geen walkout denk ik. Nee, Grail schrippo wel. Oké, okay, Ketme 7 speelt nummer 2 en daar zit in. Wie is dat? Ah ja, dat is Lookman. Of een doen daar. Zoek wezen. Nog anders. Let's go. Pakket met 7 spelers in de stil. Portugees. Centerback. I don't know. Antonio Silva. Decent, decent. Pakket met 7 spelers in de stil. Argentijns. CVM. Rodriguez. Oh, een doen daar. Ja, Rodriguez, let's go. En nu pakket met 51 spelers en daar zit in. Is dat nu partij? Ja, dat is partij, let's go. Let's go. Zoei. Oké, boys and girls, ik heb nog 5 packs. Ik heb al momenten gedaan. Dus van 5 packs gespaard. Premium goudpakket als eerste en daar zit in. Turkse Al-Ali. Demiral, de helft van Turk. Let's go. Premium goudpakket, let's go. En daar zit in. Frans, keeper. FC Nederland, dat is Mandanda. De Lafond. Goudpakket, let's go. En daar zit in. Mexicaans, spits. Santiago Jiménez. Twee zeldzame uitspelerspakket en daar zit in. Wie is dat? Wie de fuck is dat? Ah, Fofana. Wauw. Jumbo zeldzame speelspakket, een 100k pakket. Let's go. Hopla. Wie? Ah ja, dat is die van Union. Die heb ik al gepikt, geloof ik. Rodriguez. Die heb ik al gepikt, waarschijnlijk. Ah nee, toch niet. Ik heb die nog niet gepikt. Ik dacht dat ik die al gepikt had. Let's go. Oké, boys and girls, het is 7 uur en 8 in de avond. Op vrijdag, ik heb net gedoucht. En we gaan eens zien welke promos dat er nu zijn. Team World Tournament. 99 Messi, what the fuck. Jumbo zeldzame speelspakket, niet verhandelbaar. Doelstellingen, we hebben er 2 voltooid in FC Pro. Live. Twee keer de 0. Oh. 3 spelers uit Argentinië. Evoluties. Oké, we gaan eens zien welke upgrades dat er zijn. +86 dubbele upgrade. En voor de rest. Oké, winkel.
Misschien of een 10 minuten pakket hebben, maar nee zeker. Nee. Oké, okay, eerst Jumbo Premium goudpakket. En daar zit in Spaans, Cam, Sanket again. Let's go. Zeldzame speerspakket en daar zit in Spaans, Cam, FC Barcelona. Claudia Pina, wauw. Let's go. Jumbo zeldzame speelspakket, let's go. En daar zit in. Hopla. Duits. Centrum mid. Gundogan. Dubbele walkout. Mark Gehi of heet. Hopla. Ojo. Eerste UEFA Euro Team Tournament is gepakt. Let's go. Oké, boys and girls. Ik heb de marquee matchups. Of ja. De ja. De retro marquee matchup, of noem dat zeg het ook. En trouw ik mijn gewestjes in gedaan. En ik heb mijn Jumbo Premium Goldpack. En daar zit één. Duits. Centrumet. Dortmund. Wie is dat? De Matcha. Premium gaat de spelerspakket, let's go. Let's go. Sui. Top elektronisch spelerspakket en daar zit in. Portugees, spits. Beto. Zeldzame gemengd speelspakket, let's go. En daar zit in. Argentijn, centerback. Lisandro Martinez. Zeldzame speelspakket, en daar zit in. Frans, spits. Olympique Lyonnais. Lacazette, let's go. En nu hebben we ook nog een briefpakket. En daar zit in Zwitserse keeper. Sommer, let's go. Oké, boys and girls, het is zaterdag. Yo, boys and girls, het is zaterdag. Met twee packs, het is zaterdagochtend, 10 uur. En met twee packs. Straks check naar de kapper, maar we hebben twee packs, let's go. 2x81. En in de eerste zit Turks, centermid, Kokshu. Let's go. Twee keer 81 plus, let's go. Italiaans, rechts buiten. Juventus, wie zou dat zijn? Bonanza en Di Maria, let's go. Oké, boys and girls, ik heb 21 packs klaar gezet. Veel bronsspeler, premium pakketten. En in deze. Ja.
Dan spelerspakket, let's go, en daar zit in. Nog in de bron speel het springpakket. Let's go. Lijnen bron spelerspakket en daar zit in. Trommelbol, let's go. Lijnen bron spelerspakket en daar zit in. Argentijn. Lijn, bronzen speerspakket en daar zit in. Poolse keeper. Lijn, bronzen speerspakket. Let's go. Zilver speler spreeuwen pakket. Hongaars het zij. Nee, match. Let's go. Zilver speler spreeuwen pakket. Let's go. Daar zit in. Frans. Centrum mid. Sumo, let's go. Zilver speler spinning pakket, let's go. Gomez, let's go. Len, zilver speler pakket, let's go. Brazilians, center back. No. Let's have a special packet that it in. Portuguese, Cam, Hill City, then is yeah. Fabio Carvalho, let's go. Let's have a special packet, let's go. That it in. Dutch keeper, Stuttgart. Bledlow. Lijn zilver speelspakket en daar zit in. Pools, centerback. Ja, leg Pools dan af, wat is het daar? Breuben, Münster. Breusen of Breuben. 11 gouden speelspakket en daar zit in. Kobel, weet je dat? Dat weet ik niet. Bühler. Ja, dat gouden speelspakket en daar zit in. Frans, centerback. AC Milan, wie de fuck is dat? Akalulu. Elf gouden speelspakket, let's go, en daar zit in. Argentijns, Cam. Tottenham? Dat weet ik niet. Los Celso, what the fuck. Elf gouden speelspakket, en daar zit in. Enzola, of noemt hem daar. Let's go. Gewoon goudpakket, let's go, en daar zit in. Franse centrumid. Korbos. Gewoon goudpakket, daar zit in. Gomez, let's go. Gewoon goudpakket, let's go, en daar zit in.
Italiaan, centrumid. Fiorentina, dat weet ik niet. Castrovilli. Let's go. Oké, boys and girls. Het is nu 3-3. Ik ga vandaag niet naar de kapper. Ik heb te veel hoofdpijn. Ik heb last van mijn sinussen. Walig zicht. Maar ik heb nog genoeg zicht om bij wat te kijken naar wat IFC is. Dus we hebben 7 pakketten klaarstaan in de winkel. Ik hoop tegen morgen Elite 3 te zijn. Eerst een klein top Electrum Shares pakket van een team van de week, player pick dat ik gedaan heb. Oei shit. Ik ben met de verkeerde koptelef. Dus dat was Bartrip. Nu zullen jullie waarschijnlijk wel iets horen. Dat ik nu mijn dingen insteek. Nou, nu horen jullie wel iets. Wauw. De James Miller nacht van boven. Gemengd speelspakket, let's go. En dat zit in. Gewoon een zilveren. Niet goed dan. Let's go. Vijf keer 75 en dat zit in. Dat is... Ik heb hem niet gezien, was een Spaanse. Ja, dat was Luis Alberto. Oh. Nee, maar reactievermogen is ook niet 100% vandaag. 2 keer 82 en dat zit in. Canada. Keeper. Sheridan of noemt ze daar, of Beast. Ja, Sheridan, let's go. Jumbo Premium goudpakket, en daar zit in. Italiaans, links leugenverdediger. Is dat die Marco? Ja, dat is die Marco, let's go. Zeldzame speelspakket. Daar zit in. Spaans, CVM, Koki. Let's go. En nu het laatste pakket. Een ultimate pakket. En daar zit in. Nederlands, centerback. Matthijs de Ligt. Dan heb je toch altijd op een Virgil van Dijk of zo. Let's go. Oké, boys and girls. Ik heb een 91 Encore Hero. 91 plus Encore Hero player pick van FanFoot. Nee, Fantasy FC, Golazo en Grootse Voetballer. Ofwel Snijder ofwel... Kijk zien, wie is de duurste? We gaan naar Footbin. Rui Costa is 25 jaar. Kessler is 29, al 30 jaar. En Snijder is 346 jaar. Dus... Let's go, we hebben Snijder gepakt. En we hebben nog 2 packs. Klein gouden speelspakket en een gemengd speelspakket. Klein gouden speelspakket en dat zit in. Spaans, centerback. Atletico Madrid, dat weet ik niet. Maar Dromozo, let's go. Gemengd speelspakket, let's go en dat zit in.
Aubameyang. Let's go. Oké, boys and girls. Ik heb mijn opstelling aangepast naar een 5-2-1-2. Dus zo ziet mijn opstelling er nu uit. Dudek op goal op rechts vleugelverdediger. Philip Lahm, of noemt hem daar? Philip Lahm, ja. Op centerback rechts. Rijkaard. Centerback centraal. Christian Romero. Copa America Team of Tournament. Dan links centrale verdediger. Incapié Patoglory. Dan op links vleugelverdediger. Grootste voetballers icon Ashley Cole. Dan op center mid links Team of the Year Kevin De Bruyne. Op rechts center mid grootste voetballers icon Clarence Seedorf. Op centraal aanvallend middenvelder. Centraal aanvallend middenveld Wesley Sneijder. Fantasy FC Hero. Op links het spits grootste voetballers icon daarvoor Sugar. En op rechts spits grootste voetballers icon Fernando Torres. Dan heb ik er nog op de bank zitten UEFA Euro Voetbal Festival Academy. Die Olise. Dan grootste voetballers icon Shearer. Team Season Moments Alex Morgan. Grootste voetballers icon Xavi. Golazo icon Drogba. Grootste voetballers icon Xavi Alonso. Team Season Moments Osimhen. Mintra Wildcard icon Raul. Golazo icon Prince. Grootste voetballers icon Trezeguet. Golazo icon Kaka. En Golazo icon Lampard. En hier heb ik nog wel wat in de club zitten daar. Dat je ooit eens kan gebruiken. Ik weet niet wat ik hiervan nog kan gebruiken. Die moest op centerback staan. Wauw. Geeft meer chemistry. Allee, geeft hem meer chemistry. Let's go. Dan Mark Gehi op centerback. In plaats van Incapié. Dat is veel beter. Zo staat het veel beter. Dat is die UEFA Euro Team Tournament Mark Gehi. Die is veel beter op centerback. Dus ja, let's go. Zo. Oké, boys and girls. Het is 10:05 en we hebben normaal gezien nu de rewards binnen van de squad battles. Ik ben normaal gezien elite 3 geworden. Zegen elite 3, dus we hebben sowieso al een player pick van 1 van 3. Niet 92 plus allemaal tots en we gaan die open doen ze. En wie krijgen we eruit? Donnarumma. I mean it's decent, not gonna lie. Het is wel decent. Ik had natuurlijk liever een Mbappé'tje gehad ofzo. Futis Premium Fabinho. Hebben we nu ook binnen ze. We gaan eens zien. Naar de squad battles rewards van volgende week. Die zijn nog niet geüpdate. Ik dacht dat die geüpdate gingen worden, maar dus niet. We hebben nog een preview pakket geloof ik. Ja, eerst een preview pakket doen. Voordat dat wij de gewone rewards gaan opdoen. En daar zit in Spaans centerback. Lenormand is dat denk ik. Nee. Wauw. Premium goudpakket en daar zit in. Ehm.
Ja, Chukwueze of wie zat daar? Ja, Chukwueze, let's go. Volgende packje is een premium garde speelspakket en daar zit in. Italiaans, keeper. Meret, denk ik. Dat is Meret. Let's go. En nu de laatste pack van de video. Een mega pakket. Let's go. En daar zit in. Oh! Wauw! Martinez. Let's go. Wauw! Van Venezuela. Wauw! Hoeveel is die waard? Oh, dus maar. Ja. Zoveel is niet waard. Let's go. We hebben onze. Ja. Let's go. Dat was de laatste pick. Shoo. En ja, boys en girls. Dit was dus de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik heb er nogthans van genoten. Van het maken van deze nieuwe video. Ik zeg jullie guys graag allemaal vrijdag terug. Bij een nieuwe video. Dat gaat de video zijn waarin ik een Mr. Shirt bestelling unbox. Dus ik zeg ja, ga maar gewoon checken naar die nieuwe video. Ik vond het leuk om jullie deze video te maken. Ik check jullie guys vrijdag bij de Mr. Shirt unboxing video. En ja, let's fucking go. Shoo!